Na deze zeer opwindende partij voetbal gaan we het natuurlijk eventjes over hebben met de aanvoerder van DVS 33. Hoe ervaar je dat nou in het veld, zo'n opwindend potje voetbal? Ja, fantastisch hè. Vooral als je hem als overwinning behaalt, dan is het natuurlijk fantastisch. Ja, het was een zware, ik vond een hele zware wedstrijd. Scheveningen was heel goed aanwezig in de zin in alle duels. Dus ja, ik denk dat we op zich, als je de tweede helft kijkt, dan toch wel even een billenklijpen was. Maar ja, die ballen vallen twee keer goed eigenlijk. De paas van Heiri op Ali Akla. En daarna, even kijken op David. Nou ja, dan maak je gewoon, dan weet je gewoon die 5-3 jaar. Dan ben je zo blij van binnen, Piet, jongen. Ben je heel erg blij. En wat mij opviel, dat jullie, al die doelpunten van jullie allemaal toch uit combinerend voetbal. Die doelpunten van Scheveningen waren meer zondagsschoten. Nou ja, kijk, we wisten hoe Scheveningen ging voetballen. Dat is gewoon achteruit hangen en dan goed op de counter. Resultaat voetballen noemen wij binnen Skamer. Maar dat hindert niks. Dat is hun kracht. Met die kracht moet je leren omgaan. Nou, in het begin, eerst zelf deden we het hartstikke goed. Toen kwamen hun, even kijken, Scheveningen toch wel wat aardig in de wedstrijd. Nou ja, we maken gelukkig 1-0 en 2-0. Ja, net voor rust valt er dan die 2-1. Ja, dat is net zo'n goal waar hun eigenlijk het hele seizoen denk ik al op spelen. Op zo'n counter. Met name na die 1-0 vond ik ze opeens enorm opkomen. En dan lieten ze ook zien dat ze geweldig voetbal kunnen spelen in een hoog tempo. En gek dat zo'n ploeg dat niet vanaf de eerste minuut doet. Nee, er zit een enorme drive in de ploeg. En dat heb ik zeker gemerkt. Dus collectief samenwerken, goede ploeg. Ja, en dan denk ik van, ja, ze doen het gewoon hartstikke goed. En we wisten gewoon dat we heel moeilijk kregen. Nou ja, we gaan na rust zetten hun de lijnen eigenlijk door. Dus even kijken, ja, dan maak je dus 3-1. Dan komt het direct 3-2 eigenlijk zonder. Ja, dan krijgt Joran nog de rode kaart. Nou, en dan wordt het volgens mij 4-2. en dan is zo'n schot weer 4-3. Ja. En dan maak ik gelukkig eindelijk wel 5 minuten voor tijd nog even die 5-3. Ja, fantastisch. Het viel mij op dat na die 3-1 voorsprong en toen Scheveningen op 3-2 kwam, dat jullie als collectief heel duidelijk naar voren kwamen. Dat je die wedstrijd koste wat koste eroverheen wilde tillen. En dat je goed gebruik maakte ook van die ruimtes achter bij hun defensie die er vanzelf ontstonden. Hè? Ja, dat klopt. Ja, de eigen cel wat Scheveningen in het begin deed, deden wij. Wij gingen te ver terug. Dat is gewoon echt. Kijk, we komen met een man 10 tegen 11 moet je er gewoon uit kunnen spelen. Maar onder de druk van hun gingen we weer teruglopen. En de organisatie zat niet goed weer. Ja, en dan gaan we de eigen cel doen wat Scheveningen dan ook doet. Nou, prima. Ja, Vette 5-3 overwinning. En dikke middenmotor, jongen. Middenmotor, hè? Ja, lekker, Edmund. Fantastisch. Oké, bedankt. Beide trainers van deze zeer opwindende wedstrijd tussen DVS 33 en Scheveningen. Allereerst natuurlijk John Blok. Zeg ik het goed? Dat zeg je goed. Hartstikke goed. En Roland ten Berge. We hebben, ja, het publiek heeft een zeer opwindende wedstrijd gezien. Ik denk dat jij een ander verhaal hebt en dat je niet helemaal tevreden bent over de eindstand en het verloop van de wedstrijd. Nee, maar dat zijn ook twee verschillende dingen. Het was ook een opwindende wedstrijd, maar ja, als wij 5 tegengoals krijgen, dan kan ik zeker niet tevreden zijn. Nee, terwijl jullie juist bekend staan als ploeg zijnde die compact kan verdedigen en toch heel makkelijk op de nul kan spelen. Ja, maar dat hebben we vandaag niet goed gedaan. En ik vond ons sowieso niet goed spelen de eerste helft. Daar zat ook het verschil. Als je ziet hoe DVS voorin beweegt en heel dodelijk is in de kansen die ze krijgt. Ja, dan waren wij heel slordig. De momenten dat we doorkomen is steeds net niet. Dat vond ik ook de eerste helft in de duels. Ja, de tweede helft werd al snel een ander verhaal omdat je met 10 man komt te staan. Nou, dat evenwicht wordt op een gegeven moment hersteld. Maar ja, ik denk dat de beste ploeg vandaag gewonnen heeft. Ja, bedankt in ieder geval hiervoor. Roland, je hoort het. De beste ploeg heeft gewonnen. Ben je het daarmee eens? Ja, ik denk wel dat wij iedere keer ook een voorsprong hebben gehad. Van bijna iedere keer 2 goals.
En ja, dan denk ik wel dat wij verdiend gewonnen hebben. Kijk, het ging natuurlijk niet gemakkelijk en dat was ook de verdienste van Scheveningen. Want er waren fasen bij dat we met 10 man zaten te spelen en wij met 11. En toen gingen ze nog vol druk zetten, kwamen wij behoorlijk in de problemen. Dus ja, ik beschouw dit wel als een hele goede overwinning van ons. Zeker ook vanwege onze historie. Dat we een aantal wedstrijden natuurlijk ook een marge hadden. En en uiteindelijk toen op een gelijkspel bleven haken. Dus dit is natuurlijk voor de groep is dit een fantastische overwinning. Ik was met name even onder de indruk na die 1-0 voorsprong van DVS 33. Toen gooide Scheveningen het tempo even rap omhoog. En toen dacht ik, jongen, deze ploeg kan heel erg veel. Waarom doen ze dat niet vanaf het begin, dacht ik. Ja, dan moet je aan de trainer vragen. Die maakt het strijdplan. Maar ik vond inderdaad ook dat hun ja, gewoon een hele goede gesloten ploeg hebben, zeg maar. Dus de linies kort op elkaar, geven weinig ruimte weg. Dan is het best wel lastig om kijk, het spel wat wij willen spelen eigenlijk veel al door de middenas kort bij elkaar. Dan is het heel gevaarlijk als wij één verkeerde paas geven, dan zijn hun er heel snel uit. Nou ja, dan kom je op 2-0 voorsprong. Dat wil je ook naar de rust doortrekken. We hebben ook geprobeerd om maar druk op die bal te blijven houden voor rust. Nou ja, dan vliegt er toch weer zo'n bal in. Wat wel een hele mooie goal was natuurlijk. Vlak voor rust. En dan blijf je toch weer onder druk staan. En na rust ook. Dan denk je wel dat het weer gespeeld is met 3-1. Maar ja, Scheveningen bleef gaan. En we hadden echt moeite, vond ik, om echt weer in ons spel te komen. Om weer controle te krijgen. En dan moet je terugvallen op andere dingen. En ja, goed, dat is deels wel gelukt. En gelukkig maak je er ook een paar goals weer bij. Maar ja, het was echt een hele moeilijke wedstrijd. Want eigenlijk werden de ruimtes juist wat groter de tweede helft. En dan zou je juist zeggen van, daar moeten wij tussendoor kunnen voetballen. En dat hebben we. Heb je ook een paar keer gedaan? Ja, eigenlijk alleen met de goals, denk ik. Maar voor de rest, denk ik, nog te weinig rust aan de bal gecreëerd. Maar nogmaals, dat was ook de verdienste van hun. Ja, zeker. Heel veel energie heb je in de ploeg. En ja, nogmaals, om even terug te komen op die fase na 1-0 voor DVS 33. Toen dacht ik van, Scheveningen, waarom doe je dat niet vanaf het begin? Zoveel energie erin pompen en de DVS gelijk moeilijk maken. Nee, maar dat was uiteraard ook de bedoeling. Ik vond ons vorige week al ietsje verslappen. Nou, daar waarschuw je de hele week voor. Maar ja, dat zijn de ongrijpbare dingen in het voetbal. Hè. Je weet dat deze ploeg heel goed kan voetballen. Nou ja, goed, we hebben het op de bank nog over gehad. De goals die we tegenkrijgen, die geef je van tevoren ook aan. Hè, dat ze daar gevaarlijk in zijn. Wij proberen een vrij trap aan onze kant in de breedte te spelen. Waardoor je misschien 3 meter op schiet. En dan ligt bij ons erin. Ja, dat zijn dingen die mogen niet op dit niveau. En die zijn ook dodelijk. Nou, de 2-0 is gewoon een corner die je weggeeft. Nou, dan kom je gelukkig nog in de wedstrijd. Ja, de tweede helft hetzelfde verhaal. De eerste beste goede aanval ligt er bij ons in. En dan heb je inderdaad wel een fase waarin wij ook wat kansen kregen. Maar dat was gewoon te slordig in de laatste fase. En ja, goed, dat is wel de verdienste van DVS. Als ze voor de goal komen, dan ligt hij er nou ja, van de 10 keer ligt hij er misschien 8 keer in. Ja, dat is ook een kwaliteit, denk ik. Vaak ook vanuit combinerende activiteiten. Nee, zeker. Het is een heel goed voetballende ploeg. En dan weet je ook dat je compact moet staan. Want op momenten dat je dat niet doet, ja, dan kunnen ze echt heel goed voetballen. Maar goed, dat wisten we van tevoren. En daarvoor moet je ook met heel veel energie beginnen. En dat vond ik zeker niet bij ons. John, ik word er bijna verlegen van. Wat een complimenten. Nou ja, goed, dat hebben ze ook verdiend toch vandaag. Oké, bedankt hiervoor. Volgende week, Rijnsburgse Boys uit. Ja, heb je goed. Lekker potje. Ja. Nou, er komt veel regen aan volgens mij. Hè? Dus wij gaan volgende week, het is onvoorstelbaar, maar onze eerste graswedstrijd spelen. Hè? Dus competitie. Dus ja, hopelijk kunnen we hem nog spelen volgende week. En ja, goed, met deze stand natuurlijk, met deze punten die we nu al hebben, zijn we uitermate tevreden. En ik denk vooral even de manier waarop we vandaag het gedaan hebben. Je maakt 5 goals, dat is mooi voor het publiek ook. Maar vooral even in ons achterhoofd dat we een aantal keren dit soort wedstrijden toch hebben laten glippen. En dat we dan op 1 punt blijven steken. En nu halen we hem binnen. En dat is voor de groep is dat gewoon een heerlijk gevoel. En dinsdag nog beker, hè? Niet vergeten Piet. En dan volgende week naar Rijnsburg. Doortrekken die lijn zou ik zo zeggen. Gaan we voor. Volgende week, John, tegen? Nou, ja, dan hebben we gelukkig een makkelijke wedstrijd. Dan hebben we Spakenburg thuis. Oh, dat zegt iets voor jullie. Ja, goed. Laten we eerst maar naar onszelf kijken. Daar hebben we op het moment onze hand vol aan. En eens kijken of we de boel op de rit kunnen krijgen. Maar ook wij hebben eerst beker. We spelen eerst dinsdagavond bij Quick Boys uit. Okay. Tussen Vis en Haagse Bluff, hè? Zoiets, ja. Oké, bedankt voor dit interview. Bedankt. Succes. Ja, succes.